Oké, hallo en welkom bij aflevering 43 van Karel Park. 43 alweer, jeetje. Aflevering 42 ging over de haven van Rotterdam. En in de halve aflevering heb ik een paar veranderingen daaraan toegevoegd. Nou, voor wie niet weet wat dit is, dat zouden we nu toch zo onderaf moeten weten. In Planet Coaster bouwen we een pretpark gebaseerd op de kanon van Nederland. De 50 belangrijkste punten of personen uit de Nederlandse geschiedenis. Nou, dit is aflevering 43. Marga Klompé, minister van Sociale Zaken. En ze maakt de kans om de eerste premier van Nederland te worden, maar dat sloeg ze af. Eerste vrouwelijke minister van Staat. En dan moeten we een attractie bij verzinnen. Oké, we zijn in Karelpark. Zoals je ziet, er zijn een aantal dingen veranderd. Ik heb de haven Rotterdam uitgebreid met iets meer Rotterdam. Er is een hotelletje bijgekomen. Hier zo hebben we. Nou ja, dat. Hé, mijn muis doet heel vreemd. Hier hebben we een dorpje erbij gekregen met een vuurtje en etc. Ja, het ziet er allemaal ietsjes beter uit nu. En de pad hier, of lag het pad er al? Ik weet niet, in ieder geval, dat is één bijgekomen. En dan moeten we dus zometeen gaan werken aan Marga Klompé. We hangen hier niet lang rond, maximaal 5 minuten, misschien ietsjes langer. Er komt hier zo nog een attractie bij. Ik denk dat die hier komt. Aan de andere kant, ik weet niet. Elke attractie, dat heb ik al vaker gezegd. Elke attractie is natuurlijk zijn eigen microcosmos. Die er vrij weinig met dingen van buiten te doen hebben. Dus ik kan wel zeggen van ik bouw hier, maar dat wil niet zeggen dat dat werkelijk iets komt. Ja, wat ga ik bouwen voor Marga Klompé? Ik heb totaal geen idee momenteel. Dat zullen we zo meteen zien tijdens het speedbeeld. Ik wacht even totdat de dag is. Het is, hoewel, het kan ook een tijdje duren. Het is pas net 7 uur geweest. En het is hier zo al een heerlijke oktoberavond. Zoals je, we brengen even een bezoek aan Rotterdam nog steeds. Zoals je ziet, ik heb hier zo een. Hier kunnen werknemers uitrusten in de staff building. Er is hier zo ook. Zorgt sowieso voor sfeer. Er staat hier zo, zoals ik al net al zei, een hotel. Gebaseerd op de Riviera. Ik heb hier zo een beetje kustverdediging aangebracht. Welke kust, ik zou het niet weten. Dit water is zo stil als het maar zijn kan. Ik kan natuurlijk beeldwater van maken. Hè? Zullen we dit doen? We gaan gewoon doen. We gaan het. Oké, rough water. Haha. Zeg haha. Oké, kan niet. Ik dacht dat kon niet. Misschien niet omdat er nu. Misschien omdat het wateroppervlak groot is. Ik heb geen idee. In ieder geval, ja. Rotterdam ziet iets levendiger uit. Aan de andere kant van het park hebben we inmiddels vuurwerk. Goed, ja, de laatste minuut grijpt ervoor aan, natuurlijk. Even de uitleg: in de hele aflevering worden de attracties gebouwd. Dus deze attractie, inclusief stations eigenlijk, is gebouwd in de vorige aflevering. En de stations zijn erbij gekomen. In de halve aflevering werk ik wat meer aan een paar komende boompjes bij. Worden er lichtjes neergezet. Wordt het over het algemeen iets vrolijker. En ze vinden het hier zo allemaal fijn om te zijn. En dat vind ik ook weer fijn. Hey, challenge complete. Wauw. Dat brengt wel de monthly profit iets omhoog. Cashflow.
Singring. Heb ik echt 12.000 uitgegeven aan Singring? Oké. Ik begin een beetje Mike Weisner trekjes te vertonen. Nou, ik ga er vandoor. We gaan naar de helikopter. We gaan naar de speedbeeld. En dan zie ik jullie zometeen weer terug in dit park om die attractie te plaatsen. Houdoe. Marga Klompé wordt in 1912 geboren in Arnhem in een katholiek gezin. Zij krijgt uiteindelijk de kans om als enige van de 5 kinderen van het gezin door te studeren. Ze promoveert in wiskunde en natuurkunde en tijdens de Tweede Wereldoorlog zit ze in het verzet. Tijdens de slag om Arnhem in september 1944... houdt ze toezicht op de medische hulp en voedselhulp aan burgers en helpt ze bij de evacuatie van de stad. Na de oorlog gaat ze voor de Katholieke Volkspartij, of de KVP, de politiek in en wordt ze in 1948 Kamerlid voor de Tweede Kamer. In 1952 wordt ze de eerste vrouwelijke parlementariër voor de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, oftewel de EGKS. De EGKS was een samenwerkingsverband van Europese landen en zou uiteindelijk uitgroeien tot de huidige Europese Unie. In 1956 wordt ze de eerste vrouwelijke minister ooit in Nederland en krijgt ze in het vierde kabinet Drees het departement maatschappelijk werk toebedeeld. De kabinetten Drees staan bekend om het opzetten van kapitalistisch-socialistische verzorgingsstaat in Nederland. Een van zijn bekende handelingen is het aannemen van de Algemene Ouderdomswet, oftewel de AOW, die voor mensen boven de 65 een ouderdagsvoorziening regelt. Dat zal in 2025 67 zijn en daarna worden gekoppeld aan de levensverwachting. Klompé staat aan de voorfront van de verandering. Dankzij het vrouwelijk kamerlid Corrie ten Dello wordt de handelingsonbekwaamheid van de vrouw afgeschaft. Hierdoor hebben vrouwen in het huwelijk ook recht op eigen beheer op geld, mogen ze doorwerken tijdens hun huwelijk en mogen ze beslissingen nemen over de opvoeding van kinderen. Klompé zelf werkt aan het verbeteren van de opvang van ouderen die vaak onder slechte omstandigheden in tehuizen worden opgesloten. In 1965 voert ze de Algemene Bijstandswet in om mensen te helpen te voorzien in hun eigen onderhoud. Hierdoor konden mensen bijstand ontvangen van de regering. In 1967 maakt Marga Klompé kans om de eerste vrouwelijke premier van Nederland te worden. Maar ze slaat het aanbod af omdat het land niet rijp zou zijn voor een vrouwelijke premier. In plaats daarvan is ze weer minister in kabinet De Jong van 1967 tot 1971. Na 1971 hangt ze haar politieke carrière aan de bilgen en stort ze zich op werk voor de katholieke kerk. Wel krijgt ze de titel minister van staat. Een eretitel voor politici die zich volgens de koningin of koning bijzonder hebben ingezet. De titel stelt ze ook in staat om de koning en nog werkende politici van advies te dienen. In 1986 overlijdt Marga Klompé op
74-jarige leeftijd in Den Haag, waar ze wenste dat tijdens haar uitvaart niet over haar persoon zou worden gesproken. Vanaf de jaren 80 is de verzorgingsstaat, die zeer ruim was opgezet, langzaam afgebouwd. De verlenging en verlating van de AOW en kreten als participatiesamenleving maken dat duidelijk. De uitkering en bijstand zijn niet meer vanzelfsprekend en van de burger wordt verwacht dat hij zich inzet terwijl hij bijstand ontvangt, door middel van vrijwilligerswerk of het volgen van een opleiding. Margaret Klompé stapte in vlak na de Tweede Wereldoorlog. De oude machten en waarden verdwenen. Bovendien maakte ze deel uit van het begin van de tweede feministische golf. Vrouwen begonnen steeds meer macht en invloed te eisen en wilden gelijke kansen aan mannen. Oude rolpatronen werden doorbroken. Niet alleen de positie van vrouwen veranderde, de hele samenleving veranderde. Er was angst en dreiging van de Russen uit het oosten. Maar de hippiecultuur bereikte Nederland in de jaren 60. Bovendien groeide de economie tot grote hoogte. Het afscheiden van de koloniën bleek niet de gevreesde doodsteek. Er kwam meer geld vrij in Nederland om hier zaken op orde te stellen. Tijdens de jaren 50 en 60 kwam een technologische gouden eeuw op gang die tot de dag van vandaag voortduurt. De Russen en Amerikanen streden om de ruimte en het bestormen van de hemel zorgde voor noodzaak van nieuw te ontwerpen computers en communicatie. De jeugd werd vrijer, waardoor er een werkelijke jeugdcultuur kon ontstaan. Studeren werd de norm voor de jeugd, nu het steeds betaalbaarder werd. Jeugd begon zich ook af te zetten tegen hun ouders. Rock'n'roll en pop riepen op tot de revolutie in het verbreken van banden met het verleden. Niet alles was echter goud en glitter. Hoewel Nederland als een land van regels goed werd volgebouwd met woningen en net uitgetekende woonwijken bedoeld voor de lege en volle portemonnee, nam ook de vervuiling toe. Producten die vroeger duur waren, werden steeds goedkoper en van generatie op generatie beter. Ook werden voor het eerst wegwerpproducten gemaakt. Dingen die eerst onmogelijk leken. En wederom heb ik echt moeten nadenken over deze attractie. Ik wilde niets groots neerzetten. Deels omdat ik niet veel werk meer wil maken tot het einde van de KRON. Maar ook om het park niet vol te zetten met de serie Dark Rides en processor slurpende attracties. Maar hoe het kan veranderen. Ik kon niets bedenken over Margaret Klompé en besluit mij dus te richten op het tijdperk en waarvoor ze stond en staat. Ze was minister tijdens de wederopbouw. Ze was een voorvechter van de verzorgingsstaat en, niet in de minste plaats, was ze een van de voorgangers van vrouwen. Ze was meerdere malen eerste. De eerste vrouwelijke parlementariër bij de EGKS. De eerste vrouwelijke minister en bijna eerste en voorlopig enige vrouwelijke premier. Dus ze was ook een feministe. Daar kon ik meer mee. En ik besloot het idee van een kleine attractie overboord te gooien. De tijden veranderden. Het Holland van Berlier was het Nederland van de 60s en 70s. Times are changing van Bob Dylan op de radio. En met een sportwagentje van stad naar stad. Dit werd mijn uitgangspunt. Een auto-attractie is er natuurlijk al, bij de hunebedden. Maar nu duizend jaren later
maken we een rit door een recente Nederland. We verlaten een modern gebouw voor een serie arbeidershuisjes. Langs de straten oude lantaarns. Er is een dorpspleintje en vrouwen alle beroepen worden uitgevoerd door mannen. We verlaten het dorpje voor het platteland. En daar gaan we een moderne woonwijk binnen. De arbeidershuisjes zijn veranderd in grote rijtjeshuizen. De Nederlandse eenheidsworst regeert. Maar op straat zie je verandering. Zo waar een vrouwelijke agente. Maar er doemt ook een grijs flatgebouw op. Er moeten woningen zijn voor iedereen. Dus ook voor de allerlaagste klasse die zo dicht mogelijk bij het werk of stad wil wonen. Goedkope flats, groot en grof van beton. Krantelen wervelen rond. De vuilnisbakken zijn te klein. The times are changing. Inderdaad, het kleine Holland is weg. Grootstedelijk Holland rukt op. Van verre zijn de flats van de grotere steden al te zien en domineren het platteland. Nederland is veranderd en we zullen nog meer veranderingen zien in de volgende tegels. Deze tegel is in elk geval groter geworden dan de bedoeling was. Groter dan Marga Klompé. Hoewel zij zelf misschien ook wel te klein was voor dit Nederland. Want wij moeten nu toch echt deze tegel afsluiten om plaats te maken voor de volgende. Welkom terug bij Kaonpark. Nee, dat was niet wat ik ervan verwacht had. En ik denk niet dat iemand verwacht had. De boodschap is ook een beetje verloren gegaan. Er is aan kleine attractie, weet je wel, een soort draaimolen misschien. Het werd mij al heel gauw duidelijk dat dat niet ging lukken. Dus toen ging ik langzaam aan nadenken over, wat wil ik dan wel? Ik heb er serieus letterlijk mee rondgelopen. Dat ik op een gegeven moment bedacht van, ja, weet je wat? Ik had beloofd geen grote attracties meer, geen dark ride. Nou, dit is geen dark ride, maar het is wel een relatief grote attractie. Maar ik... Ik vind het wel geslaagd eigenlijk. Het toont aan... Het is een beetje een 60s attractie. Tenminste, dat is mijn insteek. Even kijken, we maken er even een beuljaarslaken van. Dat is een beetje mijn insteek om er een... attractie van te maken die... uitkomt uit de jaren 60, zeg maar. Dan merk je ook de een klein dorpen gevoel waar je begint, verdwijnt, maakt plaats voor de stad en vervuiling en toe. Maar niet alles is rottig natuurlijk.
Want langzamerhand zie je ook dat mannen en vrouwen meer beroepen gaan oefenen. Dat je ziet meer vrouwen op straat. Je ziet vrouwen als agent. Dat soort dingen allemaal. Goed. Ik zie dat we vorige maand geld verloren hebben. De parkrating is wel omhoog geschoten. En iemand denkt dat je kan ontsnappen. Je kan je ontsnappen. Ha, ha, ha. Zit je zo vast tot het einde van je leven. Goed. Quarkwise. Dus laat ik eerlijk wezen. Die bespreek ik normaal gesproken in halve attracties. Nou ja, we zijn het begin en het einde. We kennen al van de Kaon Tour te bereiken. We kennen elkaar al wat langer. Deze attractie. Zo. Die laat zeker. Deze attractie heb ik een beetje gebaseerd op een attractie die ik al een keertje voor Antpark gebouwd heb. Genaamd Americana. Dus die ben je hier zo zien. Dit is een attractie van hetzelfde kaliber eigenlijk. Ook een beetje 50's. Deze is toch iets anders. Deze is bijvoorbeeld een slagje duurder. Americana is redelijk goedkoop. Maagklompé kost ons gewoon 20.000 pietermannetjes. Zit hij hier? Helemaal niet. Mooie plek, zo maar. Hey! No! Kom door! Ja, kan wel. Juist plek ervoor. Ja, dan kan hier zo niks. Maar ja, dat is eigenlijk ook niet de bedoeling. Het is de bedoeling om nu eigenlijk meer hier de lege plek op te vullen. En daar rondom het meer te gaan hier. En zo raad voor 7 attracties, hè. Bam. Goed. Kun je nog langzaam zitten? Dan gaan we gewoon 10 km per uur. Huppakee. 6 karretjes erin. En dan gaan we het pad even aanleggen. Nou, ik wil eigenlijk meer of meer. Ik heb uiteindelijk de skyline gemaakt van Naya Nix eigenlijk. Maar het was aanvankelijk eigenlijk mijn bedoeling om ongeveer de skyline te maken. Let's exit hier. Om de skyline. Nee. Exit moet hier, want dan stappen ze zo snel mogelijk uit. Dus dat is de skyline geworden van nee, eigenlijk niks. Ik een beetje. Ja, dat kan wel. Ik wil de eerste skyline van Den Haag maken. Of skyline van Den Haag. Je hebt duizend van die gebouwen. Maar dat lukte niet. Ik zie misschien ook aan het begin van het speedbeeld. Zie je maar kleuren uitkiezen. Dat lukte niet. Dat is, je hebt daar soort hoog-Hollandse huisjes. Volgens mij is dat het ministerie. Volgens mij is dat het sport wel weggelegd. Geen idee. Maar dat lukte niet. Ah, dus ik besloot uiteindelijk voor een andere oplossing te kiezen en dat werd dit Times Are Changing.
Zo slecht, hè? Ik bouw een paar. Ah, dat is het fout 2 keer. 3 keer. En uiteraard gebeurt dit. Want ik kan best wel een gebouw eroverheen aanleggen. Oh ja, maar je kan niet zomaar. Laten stijgen natuurlijk, want dat zou belachelijk zijn. Oef. Toegegeven, voor zover camera's gaan in games, heeft Planetcoaster absoluut geen slechte camera. Maar, ik weet niet wat ik nu aan het verwijderen ben allemaal. Maar in kleine ruimtes is het echt... Oeh! Juist. Oké, dat gaat redelijk goed. Komt hij hier doorheen? Ja, uiteraard komt hij hier doorheen. Do I care? Not at all. Yes, I do. Waar zit deze muziek maar aan doen denken? Sims 1. Crafting echt. Oh man. Ja, het ziet er beter uit als toen. Ja, het ziet er beter uit. He he. Oké. Dit duurt al langer dan ik wilde eigenlijk. Doe je best maar, hè? Zijn ze? Oké. Ja. Als ik ergens iets... Niet omgeven zijn door de hotels. Oké, daar waren die van by default $5. Maar we hebben hier een vergelijkbare attractie. De Unibed Experience. En daar vragen we $15 voor. Aan de andere kant heeft de Unibed Experience een ride status van 1258. Goedemorgen. En
moet even wachten tot de eerste auto weer binnenkomt. Twaalf achtenvijftig. Deze heeft 934. Ja, ik wilde de Human Experience overtreffen, maar laten we eerlijk wezen. De Human Experience is onovertroffen. Dus we vragen hiervoor 12 dingetjes. En we gaan even werken aan de scenery. In de hoop dat er zometeen voldoende mensen komen opdagen. Want dat betekent dat er hier zo ook iets meer leven in de brouwerij komt. Sci-fi bin. Nee. Wil ik gewoon normale power pins gebruiken. Ja, ik wil eigenlijk pas stoppen als de eerste gast erin gaat. Dus het is niet mijn schuld als sommigen niet gestopt zijn. Wat ik ook wel leuk dat hij vind. Ik zelf heb aangevoren. Ik ken de fanbox, ik ken jullie kleuren. De eerste die schreef KPN mag zichzelf voor zijn harten slaan. Het is niet KPN, het is PTT. Want KPN heeft die kleuren weer gestolen van de PTT. Op het moment dat ze werden opgedeeld in... Hey... We hebben weer geld. Want KPN, hey, die gaan Rotterdam in. Ik dacht even dat ze niet aan die andere attractie gingen. PTT ging vroeger over... de post natuurlijk. Samen met de telecommunicatie, met telefoon. PT staat dan ook voor posttelefoon en telegraaf of iets. In elk geval, ze deden ook aan telegrafie. Ik weet wel dat, wat op de tegel gebeurt, piep, 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 piep. U wil naar wc? Hier is wc, hier is wc. Tegenover de fontein. Sarah Burgerhart is getting very old. En wij gingen met de straat van het licht door enorm veel attracties. Nou, de computer begint een beetje chagrijnig te worden. Valt ook te merken. Hij loopt niet meer zo soepel als dat hij ooit deed. Niet zo soepel dat hij onspeelbaar wordt, maar... Ik merk dat de PC zoiets heeft van, ik doe mijn best. Ja, nog 7 afleveringen, Jochie. Dan zijn we er vanaf. Nog 7. En, oh, nou ja, eigenlijk 7. We hebben natuurlijk nog de halve afleveringen, dus nog 13 afleveringen. 13, het... Waarom gaat hier niemand in?
ook niet. Waarom gaat hier niemand in? Ik ga toch terug tot zien. Gaan ze, nou, oké, okay, nee, dan doen we het anders. Dan gaan we toch afscheid nemen van elkaar. Ik zie jullie volgende week weer terug voor een nieuwe aflevering van Graanpark, genaamd De Gastarbeiders. Of gastarbeiders, ik weet niet, in ieder geval. De culturele verrijking in Nederland. En eventueel zondag voor de halve aflevering. Waarin ik, ik denk dat dit bocht ga uitbreiden. Ja, dat is leuk. Of zal ik hier zo'n flatgebouw plaatsen? Wel. Het is een zichtbaar van ons hier. Dit zal wel. Ik zie jullie even wel wanneer terug. Die gaan rennen. Die zijn, ja, die zijn normaal gekompen onderweg. Als ze nou niet worden afgeleid door. En als ze nu maar voldoende geld hebben. Ja, het zijn rijke sinkers, big spenders hoor. Is het train van me? Ik zie jullie vanzelf weer terug. Houdoe. Daag.